Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag komen er vrij veel wolken voor in de westelijke helft van het land en daar kan ook een enkele regen- of onweersbui vallen, mogelijk met lokaal veel regen. In het oosten van het land daar blijft het droog en schijnt de zon veel vaker. Overwege de ochtend is het een graad of 15 en vanmiddag wordt het 18 graden aan de kust tot 21 graden lokaal in het oosten van het land. Er waait verder een vrij stevige zuidelijke wind, die is matig, aan zee soms krachtig, windkracht 4 tot 6. Vanavond gaat de wind weer wat afnemen, de buien zullen ook geleidelijk aan gaan verdwijnen en verder is het wisselend bewolkt bij een graad of 16. Morgenochtend kan de dag beginnen met wolkenvelden en mogelijk zelfs lokaal wat regen. Dat zijn buienrestanten uit Frankrijk. In de middag schijnt dan de zon geregeld. Maar aan het einde van de dag, in de loop van de avond, volgen vanuit het zuiden opnieuw een aantal regen- en onweersbuien. Vloed 21 tot lokaal 25 graden. Het weekeinde dan wordt het geleidelijk aan wat rustiger. Er kan nog wel een enkele bui vallen, maar er zijn vaker droge perioden met geregeld zon bij een graad of 21. Op maandag blijft het overal droog en dan wordt het 21 tot 24 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.